Nederland. En dan is het altijd oppassen voor bijvoorbeeld Flo. Die bal kan doorkoppen met zijn lengte. Maar de Goeie is natuurlijk ook niet de kleinste. Rijkaard. En Van Gobbel. Voordeelregel behoor je dan te geven. Bosman. Het loopt niet tussen Johnny Bosman en Dennis Bergkamp. En de Nooren komen er weer pijlsnel uit. Leonardsen met Van Gobbel. Die doet dat goed. Krijgt de overtreding mee. Lokt hij heel goed uit, Uri Van Gobbel. Krijgt het voordeel van de twijfel. Blinker, laatste 10 minuten bijna niet in spel betrokken. Veel gaat er door het centrum. Nu eindelijk Blinker, maar dan moet hij er langs. En dat gaat moeizaam tegen Ronnie Johnson, die een beetje grip heeft gekregen op de Feyenoorder. Hetzelfde geldt voor Björneby aan de andere kant tegen Overmars. Dus gaat er veel bij Nederland door het centrum. En daar is het vol. En daar speelt de ervaring in de persoon van Roene Braatzet. En Rekdaal. Leonardsen. Flow. De Boer wint, dat is knap. Blinker. Krijgt de vrije trap mee. Hij maakt de overtreding. Lars Bohinen. Overmars, nu die actie. Er is wat ruimte. Overmars. Geen buitenspel, Bergkamp. Bergkamp, goed verdedigd van Björneby. Tosvet. Het is goed voor het Noorse helftal om zo'n ervaren keeper te hebben en zo'n ervaren aanvoerder. Braatzet. Want achterin is Noorwegen heel sterk. De basis van het elftal ligt daar. Bergkamp. Te makkelijk. En het herstel is goed. Typeert de agressie en de wil van Bergkamp om goed te spelen hier in de Kuip. Het is de laatste wedstrijd van dit seizoen in Nederland. Geen beweging. Vandaar Rijkaard. Wouters met ruimte. Blinker. Dat is jammer. Hij was er langs. Hij maakt dan de overtreding. Maar de lef was er. Het zelfvertrouwen was er. Alleen de coördinatie ontbrak. Rijkaard, kamikaze. Koeman, nu die paas erachter. Blinker, tuurlijk. Bosman, penalty stip. Bergkamp, rand 16 meter. Daar is Bosman en Bergkamp. Goeie actie, goede voorzet van Regie Blinker. Mooi afgerond door Bergkamp. Alleen niet in het doel. Dus het blijft 0-0. Na bijna een half uur spelen. Hij raakt de bal niet lekker. Bergkamp.
Van Vossen is inmiddels weer gaan zitten. Bergkamp loopt weer, of Bosman loopt weer voorbeeldig. Dus dat probleem is opgelost. Nu een overtreding op Fjørtoft, gemaakt door Rijkaard. Die Fjørtoft nog weinig kans heeft gegeven. En De Goeie heeft nog weinig te doen gehad. Jonk. Bosman en Wouters. Bergkamp terug naar Jonk. Geen overtreding. Bergkamp. Overmars. Overmars. En dan is het geen doelpunt. Twee keer op de paal. Eerst Overmars en dan Bosman. Het zit Nederland niet mee. Ja, daar zucht je van, Mark Overmars. Ongelooflijk. Het doelpunt was verdiend geweest. Twee keer op de paal. Overmars. In de verre hoek. Bal op de paal. Bosman. Andere paal. Blijkt toch dat het gevaar vanaf de vleugels moet komen. Eerst die voorzet van Regie Blinken vanaf links. Toen de actie op rechts van Overmars. Daar zijn de Nooren kwetsbaar. En absoluut niet in het centrum van de verdediging. Fjørtoft. Nee, Flo was dat natuurlijk. Die won makkelijk van De Boer. Maar de Nooren sluiten niet zo goed aan zoals ze dat deden tegen Engeland. Verdedigende taken hebben prioriteit. Ik denk dat Olsen die instructie heeft gegeven. Omdat de Nooren hier natuurlijk met één punt heel blij zijn. Spel. De grensrechter aarzelde. Blinker, waar naartoe? Bosman. Dat was een wereldgoal geweest natuurlijk. Maar waarom niet gewoon met links? Hard inschieten. Hij staat vast aan de grond. John Bosman. Tweede kans voor de man van Anderlecht. En het legioen roept om Peter van Vossen. De redder van Istanbul. En een hensbal van Flo. Blinker. Afgetroefd door Ronnie Jonsson. Fjørtoft. Nee, het is geen balvirtuoos. Dit is de man waarom het publiek scandeerde, Peter van Vossen. Bergkamp met ruimte. Overmars. Van Gobbel buitenom. Overmars. Blinker, die is te klein om door de lucht te worden aangespeeld. En de counter, die dan over één of twee schijven zou moeten gaan volgens de theorie van Olsen van de Nooren. Maar die counter loopt niet. Mede ook door het goede storen op het middenveld van Jonk en Wouters. Om in een vroeg stadium die counter van de Nooren te onderbreken. Van Gobbel.
Overmars. En Braatzet. Ook de vraag hoe lang de knie het houdt van Roene Braatzet. De speler van Werder Bremen, die al het hele seizoen geblesseerd is aan de knie. Hij speelt met een pijnstillende injectie. En in de kampioenswedstrijd van Werder Bremen in de Bundesliga afgelopen zaterdag hinkte hij het laatste half uur. Bohinen. Gevaarlijk, Fjørtoft. De eerste keer dat hij gevaarlijk is. Jan-Heuge Fjørtoft. De speler van Rapid Wienen. Er is interesse voor die spits. Van Atletico Madrid, Benfica. Hij speelt bij Rapid Wien. Alweer 40 interlands. Erik Mukland. Flo. En de Boer. Nu komt het aan het loopvermogen van de Noren, zoals Flo, die dan Wouters weer moet afstoppen. Het vereist ontzettend veel kracht, het spel van de Noren. Jonk. Stelt van Vossen zich weer een warm loop is, Jan Wouters. Wat gun je hem dat doelpunt, Jan Wouters. Verspeelt het kampioenschap met Bayern München. Speelt een goede wedstrijd, zoals eigenlijk altijd in Oranje. En hier heeft hij een hele goede mogelijkheid. ...32 jaar, maar nog een van de meest fanatieke spelers van het Nederlands elftal. Van Vossen, hij loopt weer. Want het is nog steeds 0-0. En dat is niet genoeg voor Nederland. Nog een kleine 10 minuten in de eerste helft. Maar Nederland dicteert. Wouters en Jong sturen. En de acties moeten komen vanaf de vleugel. Bergkamp vraagt. Blinken door de lucht is geen succes. Een doeltrap nu voor de Noren. Flo, wat is hij sterk. Bosman met Pedersen. Speelt toch goed hoor, Teure Pedersen. Speelt bij Bram. Kwam van IFK Gothenburg. Weet dus wel het een en ander van internationaal voetbal. Fjørtoft blijft ook oppassen voor hem. Voor rust is verdiend en ook noodzakelijk om enigszins gerust te gaan pauzeren. Rijkaard en Jonk beseffen dat. Wie is het aanspeelpunt in de spits? Middenveld, Wim Jonk en nu Bergkamp. Braatzet vangt hem op als Bergkamp diep gaat. En daarvoor
is die prooi van Rekdaal. En Olsen heeft dat allemaal uitbedacht. De trainer van de Noren. Flo neemt Frank de Boer in de houtgreep. Die geeft de scheidsrechter een compliment. Jostijn Flo. Met een blessure aan de linkerpols. Maar de Noren gaan gewoon door. Want dit soort wedstrijden kunnen ze natuurlijk niet laten lopen. Vooral niet Jostijn Flo die in de eerste divisie speelt in Noorwegen. Een soort eerste divisie als je het kan vergelijken met Nederland. En dit zijn voor hem natuurlijk ongelooflijke momenten. Geen buitenspel Blinker. Gobbel aarzelde. En Fjørtoft houdt Koeman en Rijkaard continu bezig. Achterin bij Nederland. Rijkaard verliest er van Flo. En dan Fjørtoft. Overmars. Fjørtoft. Nu de snelheid van Van Gobbel. Waarmee hij de counter onderbreekt. Vijf minuten nog in de eerste helft. Blinker. Jonsson maakt de overtreding. Met zijn vier interlands niet van een van de meest ervaren Noorse voetballers. En Blinker weet er af en toe van te profiteren. Wim Jong. Bosman niet. Wouters, die kan dat wel winnen van die kleine Erik Mikland. Overmars. De Boer. Druk op het doel van de Noren. Die er nu weer uitkomen. Maar als de bal dan terugkomt van die aanvalslinie. Dus als de Noren de bal wegwerken, dan is er niemand van Nederland die daar dan is voor de rebound. Nu Bosman in balbezit voor Flo. Rijkaard. Het gat tussen de aanvalslinie van Nederland in het middenveld is af en toe nog te groot. Dat komt omdat Bergkamp toch als middenvelder moet spelen van Advocaat. Maar misschien toch een paar stappen naar voren zou kunnen doen. Omdat hij dan gevaarlijker is. Overmars. Overmars. Ach. Pech. Voor de man uit Epe. Marinus Israël. Gisteren won zijn Jong Oranje van Jong Noorwegen met 2-1. Maar het gaat er natuurlijk om wat de A-selectie doet. Frank de Boer. Jonk. Bergkamp durft dan op zo'n moment weer niet diep te gaan. Nu Overmars. Met snelheid naar die achterlijn. Overmars. Bergkamp net niet. Braatzet doorzag het. De Boer.
Wouters. Buitenspel achterin van Regie Blinker. Niet van Dennis Bergkamp. Wouters. De Boer. De Noorden bespelen dan weer hun zone. En Nederland gaat weer kaatsen en zoeken naar de opening. Bergkamp en Braatzet, die herenmeester is. En een hensbal, niet gezien door de scheidsrechter Hens van Rekdaal. Van Gobbel, keurig. Gobbel wachten. En dan mist hij de controle, Uri van Gobbel. Overtreding op Lars Bohinen. Flow. Jonk. Flow. Overtreding van Frank de Boer ten opzichte van Jostijn Flow. En een gele kaart voor de Ajaxie. Heeft zo zijn bedenkingen. Maar er zijn weinig spelers die geen bedenkingen hebben als ze een gele kaart krijgen. Het is een belangrijke schakel, Jostijn Flo, in het spel van de Noren. Gaat of via Rekdaal over de grond. Of de lange paas van Björneby of Braatzet richting de lange Flo. Jostijn Flo. En dan is er Fjørtoft die de bal oppikt op de snelle Leonardsen. En Bohinen. En hij is opgeroepen om die snelle jongens Flo, Leonardsen en Bohinen op te vangen. Blessuretijd, eerste helft. De Goeie. Jong. Blinker. Laatste kans voor Nederland om in de eerste 45 minuten nog te scoren. Bosman, Braatzet. Het is de beste libero in de Bundesliga, heeft Frans Beckenbauer gezegd. En die kan dat natuurlijk weten. Ruststand. 0-0 tussen Nederland en Noorwegen. En dat is teleurstellend voor Nederland dat vooral in het eerste half uur veel en veel sterker was. Kansen voor Blinker, Bergkamp, Overmars en Bosman. Die twee ballen op de paal. En dan Wouters nog met die actie. En ik denk dat Peter van Vossen er in de tweede helft wel in zal komen. Want Johnny Bosman loopt zeker niet soepel naar de catacombe van de Kuip. Tot zover de eerste helft vanuit Rotterdam. Terug naar Juraatjes op het veld.
Tot zover even hier vanuit het stadion Feyenoord. U bent weer terug in de Kuip in Rotterdam.